Zij hebben me gezegd dat ik 20 dagen later geboren ben dan de verwachte bevallingsdatum. Mijn moeder had geen weeën, dus zij moesten wachten. Was ik onbewust te aardig? Wilde ik geen pijn veroorzaken voor mijn moeder? Was het te comfortabel daar? Of was ik gewoon te bang voor het leven? Volgens mij was ik gewoon aan het worstelen met het vraagstuk van mijn bestaan. Waarom moet ik geboren worden? Wat is de mening erachter? Ik moest eerst het antwoord vinden en pas dan moest ik een signaal geven aan mijn moeder dat het de tijd was. Blijkbaar was de arts niet een denker, maar een doener en ook niet zo geduldig. Hij heeft mij met een verlostang getrokken vanuit mijn moeder. Ik was donkerblauw omdat ik bijna gestikt was. Toen ze mij aan mijn moeder hebben teruggegeven, vroeg ze zich af of deze blauwe baby met een puntige kop echt van haar was. Ik had helaas nog geen antwoorden. Pas toen begon ik huilen. In de school hebben ze me gezegd dat ik heel goed was met de wiskunde. Ik hield eigenlijk niet zozeer van cijfers zelf, maar ik hield van ze in de formules zitten. Want met elke formule kon ik altijd enige echte antwoorden vinden. Op een dag droomde ik zelfs een formule vinden om mijn allereerste vraagstuk te antwoorden. Het leven in de functie van mening is equal to in een limit van 0 tot de... Maar het lukte me niet, omdat het probleem kende te veel variabels. Ik weigerde toen om fictie te lezen, want kunst was voor mij overbodig, onnodig en vooral tijdverspilling. Het gaf geen constanten voor de formule die ik wilde bouwen. Ik las alleen maar encyclopedieën. Op mijn 19e heb ik een roman van Hemingway gelezen, Voor wie de klok luidt. Blijkbaar wilde ik alleen maar vluchten van de frustrerende vragen en even niks doen, of was ik gewoon nieuwsgierig over diegene die klok luidt ervoor. Die roman begon met een gedicht als voorwoord. Het kippenvel dat ik toen kreeg, heb ik nog steeds als ik het moment me herinner. Hoe kan een roman mij een inzicht geven, mij zoveel leren van het leven dan al die boeken die ik tot die tijd las? Het was de eerste keer dat ik een antwoord heb gevonden door het kijken niet binnen mijn hoofd, maar naar buiten toe, naar de verhalen en antwoorden van de anderen. Ik ben toen verslaafd geraakt aan die kippenvelmomenten. Godgruwelijk! Mijn kind! I survived. In het theater ervaar ik ze het meest. Tijdens het kijken, het spelen, het schrijven, maar vooral in het regisseren. Samen met de spelers en publiek in elke speelavond herboren en kijken naar de wereld opnieuw en toch vers. En het liefst met tranen in de ogen.